de sessies gaan proeven. Het is echt een moeite. Amai. Ik heb daar dingen gezien, gedroogde peren. Hebt u er al van gehoord? Ik zou daar nu niet direct aankomen. Nee, het ziet er heel lekker uit, echt waar. Oké. We wachten nog heel even op het centrum van onze regisseur. En als dat is, dan kunnen we starten. Goed, zegt Gijs. En dan zijn we vertrokken. Beste Jeroen, je hebt het buffet gezien en geproefd. Wat heb je allemaal gegeten? Oh, ik heb zoveel verschillende dingen door elkaar gegeten. Ik heb varkenskop gegeten. Ik heb perenvlaai gegeten. Ik heb Willebroeks schep gegeten. Ik heb zelfs Brugse tieten mogen proeven, dames en heren. Ik heb bierensoep uit Leuvenstef heb ik ook geproefd. Dat was ietsje minder, dat geef ik eerlijk toe. Vond ik iets minder lekker. Ja, dat zeg je nu speciaal omdat ik die gemaakt heb. Maar goed, goed, we gaan hem met de mantel der liefde bedekken, beste Jeroen. Want wij hebben van u een ster nodig. Ja. Je vond het een prachtig en een lekker buffet. Daar ben je het over eens, hè? Ja, zeker en vast. Het was ook heel indrukwekkend hoe groot het was, hoe lang het was, hoeveel verschillende dingen, maar hoeveel er juist op stonden. Dat hebben we niet echt geteld, maar het moesten er wel 300 zijn. 300 verschillende streekgerechten. Het moesten er inderdaad minimum 300 zijn. Minimum. En nu staat hij hier zo heel stil naast mij. Onze goede vriend David. Vanaf nu kent heel Mechelen hem. Streekgerechten klaargemaakt de voorbije dagen. En heeft de gerechtsdeurwaarder die allemaal goedgekeurd natuurlijk. Inderdaad, want de gerechtsdeurwaarder die moest die streekgerechten tellen. Ze heeft dat zeer streng en rechtvaardig gedaan. Oké. Ik heb het getal doorgekregen van mevrouw de gerechtsdeurwaarder. En nu is het zover. Voor de allerlaatste keer dit seizoen. Gaat het nog, David? Och, hou me toch. Heel Mechelen heeft niet meer in te doen. Ja, doe dat wel luider. Dan heeft de Mechelen goed gevoel. Voelt je nu al wat beter? Ja. Allee, voilà. Goed, dan gaan we nu over tot het aantellen van de punten. Hè. Geen 300 streekrechten. Blijf rustig aan me toe. Geen 300. Maar mevrouw de gerechtsdeurwaarder zei dat uw tafeldecoratie zeer prachtig was. En dat de gerechten zeer mooi gepresenteerd waren. De rest hebt gehoord van onze kok Jeroen de Pauw. 300 streekgerechten waren er niet, maar uw inzet is groot en die was zo groot dat er geen 300 streekrechten zijn, maar wel 309! En Jeroen, wat is nu je antwoord? Dat wil zeggen dat jullie vierde ster binnen is. Kan je nog een reactie geven? Nee. Allee, nu niet benen, nee. Je mocht dat straks doen. Al uw collega's staan klaar om recht, recht, je mocht recht in hun armen vliegen. En je gaat eens zien hoe graag Mechelen nu ziet. Want dat volgende applaus, dat is voor u. Mechelen, hij heeft gezorgd voor de vierde ster met heel veel mensen. Die applaus voor u. Met één laatste liedje dat we willen opdragen aan iedereen die hier vandaag was, iedereen die ervoor gezorgd heeft dat deze opdrachten tot een goed einde zijn gebracht. En ik roep er zo meteen ook heel graag de sleutelfiguren bij, de mensen die op maandag het hebben aangedurfd om een opdracht aan te nemen. Zij komen erbij, ook onze muzikanten van Pergeluk komen erbij en ze waren er 12 weken lang bij. Dus dames en heren, laat u horen voor Pergeluk!
samenvatten. It was a perfect summer. It was a perfect week. It was a perfect day. Bij wijze van afscheid gaan we nog eens zwaaien. Oei, we mankeren nog één. Die hangt aan het buffet misschien, maar het buffet is gesloten. Oké, maar we zetten ons in startpositie. En we zijn weer.